Door het reizen gaan jullie verliezen met 3-1 hier van Ajax. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ik denk dat we het eerste helft al redelijk lastig hadden. Wel een paar keer kort in het duel. Alleen voetballend heel lastig. En twee klungelige goals weggegeven. Ja, vooral die tweede. Hè? Een hele ongelukkige eigen goal. Hè? Ja, hij probeert hem denk ik weg te werken. Maar ja, kan hij ook niet veel aan doen. Nee, dat doe je nooit niet expres natuurlijk. Nee, klopt. Want jullie hadden het echt ontzettend moeilijk. Hè? Maar Ajax die speelde echt best een leuke wedstrijd de eerste helft. Kon jullie maar geen druk op krijgen, hè? Nee, de eerste helft, wat ik zeg, een paar momentjes nadat we eruit konden komen. Voor de rest hadden we het heel lastig met voorzetten. Corners waren ze ook gevaarlijk. Dus we moesten in de rust wat gaan omzetten. Ja, wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Nou, op zich dat we dus wel aardig laag goed zeg maar, in het blok zaten. Een paar keer goed de bal veroverden. Alleen nog iets feller moest en aan de bal iets meer die rust bewaren. Om er dan voetballend uit te komen wat adem te krijgen, zeg maar. Maar tweede helft kwam een hele andere FC Groningen naar de kleedkamer. Ja, dat klopt. We hadden voorgenomen om misschien iets verder naar voren met verdediging te spelen. En het hele team zouden we wat meer druk op zouden kunnen krijgen. En dat lukte best. Ja, dat lukte zeker best. Ik denk als je een aantal momentjes ook gevaarlijk wordt, dat je dan ook in gaat geloven. Dus dat helpt ook mee. Maar jullie kon je zien dat jullie erin gingen geloven, want jullie werden steeds beter. Ja, wat ik zeg, als je een paar ballen afpakt, dan ga je erin geloven. Dan tonen we meer lef en dan komt het vanzelf. Ja. En dan scoren jullie de 2-1. Ja, prachtig hè? Duel broer tegen broer hè? Ja, dat was wel spannend, maar gelukkig heb ik dat duel gewonnen. Ik wou net zeggen, wist je, ik neem aan dat je toch een beetje weet welke hoek je broer het vaakst pakt als keeper zijnde. Oh, hij pakt niet echt een vaste hoek, maar ik als nemer pak ook niet echt een vaste hoek. Was meer, dan dacht ik ook schieten door het midden. Ja, ik wou net zeggen, je schoot hem gewoon door het midden en hij pakte de hoek en de bal zit erin hè? Ja, precies. Ja. Ja, maar dan krijg je denk ik ook nog weer een beetje moed van, hé, we kunnen nog meer. En jullie gaan echt ook een beetje verbaasd spelen na die 2-1. Ja, dat is nog extra stimulans inderdaad en dan ga je er echt in geloven. Dan kan je nog een stapje harder zetten. Iets optimistischer aan het spelen, ja. Nog op het eind. Helaas zat het er net niet in. Nee, maar jullie kregen best nog wel kansen. Hè? Romano Postema, Milan de Koe en Wim Betsema, die kregen echt nog de kansen op de 2-2. Ja, dat zijn net die momenten inderdaad die je dan echt toe doen, maar ja, helaas. Ja, en dan in de counter eigenlijk, zo mag ik het zeggen, want jullie gingen van bank spelen. En ja, scoren zij dan nog de 1-3, ja, dat is dan echt ook voor de statistieken. Hè? Ja, nou, we hadden nog wel wat tijd, maar het zat er inderdaad ook wel een beetje aan te komen op de counter. Maar we moeten het proberen, dus ja. Maar met dit spel kunnen jullie verder mee, denk ik. Ja, zeker. Na afgelopen zaterdag hadden we eigenlijk ook wel een beetje dit scenario. 2-0 verloren, maar ook goed gespeeld. Dus nu moeten de punten wel gaan komen zaterdag. Hoe is het met het vertrouwen dan? Nou, het vertrouwen zit er op zich wel prima in. Alleen telkens krijgen we die goals te makkelijk tegen. Dan wordt het telkens lastig. Ja. Succes jongen, dankjewel. Ja.